welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik ben Melissa. Het is vandaag zondag 20 januari. Ja. en ik wilde vandaag weer gaan vloggen. Zoals je ziet is mijn haar geknipt, is eraf sinds een week. Ik heb het gedoneerd. Echt iets van 40 of 50 centimeter, ik weet het niet precies. Maar er ging een heel stuk af. Op Instagram en op Facebook heb ik daar foto's van gemaakt. Dan kan je precies zien wat eraf is gegaan. Vandaag is een mooie en bijzondere dag. Want als jullie mijn vorige vlog hebben gezien, heb ik een beetje verteld over een samenwerking en iets nieuws wat uitkomt. En vandaag is de dag. En ja, ik dacht, weet je, ik ga het jullie gewoon alvast laten zien. Het komt toch vandaag online en deze vlog komt de dag erna, volgende week in ieder geval online. Het is het thema sterrenbeelden. En dit is de eerste en dit wordt dan Waterman. Het is een beetje veel tegenlicht, sorry daarvoor. Waterman is het thema. Nou, wat hebben we daar nou allemaal mee? Wij hebben onder andere een box. En dit is dan de box. En daar gaat dan een kleine Watermankaars in. Met een amethyst. Amazoniet-steentje, sorry. En daar komt ook een zakje thee bij die we zelf hebben samengesteld. Ja, met allemaal kruiden die goed zijn voor de energie van de Waterman. En daar zit dan ook een klein maansteentje bij. En even kijken hoor, wat we nog meer hebben. In de box zit dan ook nog een kleine waxmelt met dezelfde geur als de kaars. De geuren zijn ylang ylang, limoen en lavendel. En dan een beetje dezelfde kleur allemaal. Dan hebben we nog een zakje met steentjes. Deze en hier zitten amazoniet, maansteen en aquamarijn in. En dat zijn ongeveer formaat M steentjes. En dan zit er ook nog een edelstenen zeep in. Super schattig kleine edelsteenzeepje. De zeep heb Dino van Crystal Cave gemaakt. En de edelsteenzakjes die komen ook bij haar vandaan. En de waxmelt, de kaars en de thee heb ik en Anthony, waar is hij daar? hebben wij samen gemaakt. En dan bij de collectie, omdat dit de box is, hebben we ook nog alles los. Dus we hebben deze waxmelt, het is de grotere variant, zoals je kan zien. Dan hebben we nog de grote variant op de zeep. Deze. Ik zal ze ook even naast elkaar halen. Als dat lukt met één hand. Ja, dat gaat wel lekker toch? Zo. Zie je een beetje, ja, ik kan het beter zo laten zien eigenlijk. Een beetje het verschil. En dan hebben we ook nog de grote kaars. En waar is de thee? Dan hebben we ook nog een grote zak thee. Dus dat is ook echt super leuk. En ach, de thee is zo lekker. Hier zo. De grote zak thee. En oh, het ruikt heel apart, omdat er ook valeriaan in. Dat ruikt heel sterk. Maar het ruikt niet per definitie lekker of zo. Ja, het ruikt niet echt lekker, nee. Maar de jeneverbes en vlierbloesem en zo, dat ruikt wel lekker. Dat was alles toch van de Waterman. Ja, dan ben ik ook nog bezig met de Waterman Organite Pyramide. Daar komt er op zich maar eentje van online te staan. Maar heb je interesse, stuur gewoon een mailtje, want dan maak ik er gewoon nog eentje. Even denken. Ja, dat was het wel. Oh, ik ben echt zo zenuwachtig en ik heb er zoveel zin in om dat online te zetten vanavond. We hebben hier echt stiekem, Dino en ik hebben hier echt al maanden aan gewerkt en bedacht en wat er dan allemaal in kwam en dus we hebben hier echt ontzettend veel zin in. Er komen natuurlijk van alle andere sterrenbeelden komen ook de boxen en ook deze producten. Maar dat komt dan in de tijd van de sterrenbeeld zelf. Dus vissen begint volgens mij, als ik het uit mijn hoofd
20 februari tot en met... Nou ja, in ieder geval, vissen komt er dan dus als volgende aan. En dan ram, stier en nou ja, zomaar verder. Oh, ik ben nog één ding vergeten. Er zit nog één dingetje extra bij. Even kijken waar die is. Hier. Het is de armband natuurlijk. Helemaal vergeten. Ik krijg hem alleen niet open. Wacht. Ja, gaat wel lukken, denk ik. Wel of niet? 1, 2, 3. Dan is dit de armband. Echt super tof. Hier met het, echt dat waterman symbool. En dan ook met maansteen, aquamarijn en amazoniet. Super leuk. Daarnaast komt deze nog online. De Yin-Yang Octeatron. Ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt. Maar dit is dus een dubbele piramide. Hier met zwarte tourmalijn. En met seleniet. En dan zwart-wit. Dus echte yin-yang energie. Ja. Het is allemaal leuke dingetjes vanavond. Vanavond om 8 uur komt hij online. Maar ja, daar hebben jullie niet zoveel van. Want deze vlog komt later online. Maar het staat dus allemaal online. Dus je kan het allemaal bestellen en kopen. En ja, de box is gewoon echt super leuk voor mensen die in deze periode jarig zijn. En gewoon de energie van hun sterrenbeeld wat meer willen, ja, naar boven willen halen. Dus dat is echt heel leuk. En oh, ik vind het zo heerlijk dat de laatste paar dagen lekker weer de zon aan het schijnen is. En oh, het maakt je echt weer energiek en vrolijk en zo. De rest van de dag vandaag. Wat ga ik nog doen? Ik ga straks nog gieten en ik neem jullie daar weer mee. Ik heb hier 2 piramides liggen die af zijn. Die ga ik eventjes samen met jullie eruit halen. Ja, revealen, hoe moet je dat noemen? Geen idee. Verder is Anthony hier bezig met de voorraad voor de boxen en voor de losse producten bij te werken. Hier staan nog een paar kleine kaarsen. En hij is ook weer met een nieuw project bezig. Allemaal nieuwe dingetjes. Ja, dat wordt ook weer een kaars. En ja, daar komt dan ook weer een soort van collectie van uit. Dus houd het in de gaten, zou ik zeggen. Ik weet nog niet hoe lang het gaat duren, want ja, er moet nog getest worden. En ja, het kan nog wel even duren, maar we hopen aankomende maand ermee live te gaan. En dan zijn we hier ook. We hebben nieuwe kruidenpotjes besteld. Ik zal er even eentje pakken. Om onze kruidenverzameling in te doen. Want ja, we gebruiken dus de kruiden als thee, als topping voor de kaars. En ook door gerechten soms en dingetjes. Ik moet even ruiken, ik moet even testen, merk ik. Oeh, ja. Er lijkt geen chocolade naar in. Doe eens één druppeltje. Kijken wat het... chocolade, hoor je dat? En in principe is dit dan 2 kaars straks. Oh ja. Maar ik moet even kijken hoeveel kan ik hier doen. Dus dit zijn de nieuwe kruidenpotjes die we hebben. Want wij hadden ze eerst deze... van de IKEA, maar die zijn er dus nu niet meer. Dus ja, dat is een beetje rot. Maar we hebben hier dus al onze... Nou ja, Anthony heeft dat net eventjes uitgestald. Al onze kruiden. En die gaan we dan eventjes in de nieuwe potjes doen. En dan ook degene die nog geen potjes hebben. Zoals je kan zien hebben we aardig wat. En er komt nog veel meer bij, denk ik, in de toekomst. Ik vind het echt zo heerlijk om gewoon losse thee te drinken en gewoon alles bij elkaar te gooien wat ik denk dat lekker gaat zijn. Ja, toch iets beter. Ja, wil je dan dat? Eet met chocolade hebben of niet? Nee, dat hele kleine subtiele nootje is wel lekker, denk ik. Oh, gaan we chocola, dus dat is een ingrediënt. Dan weten jullie dat alvast. Ja, dat was het wel weer eigenlijk. Ik ben alweer veel te lang aan het praten, zie ik. Dus ik ga lekker deze piramidetjes. Deze piramide. Echt heel tof. Die ga ik uit de mal halen. En dan zal ik hem jullie eventjes laten zien. En daarna ga ik naar beneden en dan ga ik gieten. En dan kunnen jullie ook weer even meekijken. Ik vind het zo vervelend dat... Ja, dat ligt zo. Zo is beter. Oké, nou, tot zo!
Ik heb de piramides net uit de mal gehaald. En ik zal jullie hem zo eventjes laten zien. Maar ik zal eerst nog eventjes wat vertellen. Want als jullie me langer volgen. Of in ieder geval wat eerdere video's hebben gezien. Dan weten jullie dat ik misschien... Ja, dat ik bezig was met alcoholinkt. Om dat in een piramide te verwerken. Ik was toen bezig met van die onderzetters. Van die coasters. En het lukte eigenlijk niet echt voor wat ik wilde. En daarom ben ik er toen niet echt mee doorgegaan. Of ben ik me gaan focussen op andere dingen of zo. Maar toen zag ik laatst bij Fabian Gems, Jantine. Ik zal wel eventjes linkjes. Zij maakt echt hele toffe dingen. Zag ik dat zij... Dat het haar wel gelukt was met alcohol in. Dus ik had even gevraagd van, nou, hoe doe je dat dan? Dus dat heb ik dan meteen eventjes geprobeerd. En ik zal jullie de resultaten even laten zien. Het is nog niet perfect. Het is echt nog niet wat ik hoopte of wilde. Maar ik denk dat ik nu weet waar het aan ligt. Dus ik ga het nou gewoon nog een keer proberen straks. En dan ga ik toepassen waarvan ik denk van, daar gaat het beter door. Maar ik zal hem even laten zien. Kijk, dit is hem. De stenen erin zijn mosagaat en bergkristal. Ik wilde echt een hele natuurlijke soort van aardepyramide maken. Echt met een beetje de kleuren groen en een beetje bruinig en zo. En dan wilde ik hier dan dat alcoholinkt, dat het echt een beetje van die grassprieten werden. Maar zoals je ziet is dat toch niet helemaal gelukt. Ik denk dat de gietharst die ik gebruik, dat die te dun is. Dus ik ga voor die laag kijken of ik dan een andere soort gietharst kan gebruiken dat dikker is. En dan kijken of ze samen met elkaar gaan binden. Maar al niet te min vind ik hem wel echt heel erg tof. Hij heeft wel echt iets, hij straalt wel iets uit, zeg maar. Zoals je kan zien heb ik hier nog een beetje glittertjes gedaan. En dan onderop heb ik dan ook weer... de alcohol inkt gebruikt, maar dan op een andere manier. Ik weet niet of je het kan zien. Even kijken of ik hem op een juiste manier in het licht kan houden. Maar je ziet er echt heel erg een beetje de diepte en de lagen in, ook al is het maar één laag. Dus dat vind ik echt wel heel tof. En daar ben ik wel echt heel erg blij mee eigenlijk. Dus hier ga ik gewoon nog lekker eventjes mee experimenteren. En deze komt dan binnenkort in de webshop. Ik denk dat ik hem de naam Back to Earth ga geven, net als de kaarsen. Omdat ik eigenlijk de kaarsen in gedachten had bij het maken van deze piramide. Dus dat vond ik eigenlijk wel een leuke naam. Dan heb ik er nog eentje, ook een experimentje. Ik heb deze gemaakt. Dit is een small piramide, maar dan in de andere vorm. En dit is dan de chakra piramide en dit is dan de basischakra. Zoals je kan zien is het stickertje, dat is een soort van metaal. En als je dat één keer buigt, dan krijg je dat niet teruggebogen. Dus dat is wel eventjes jammer, daar moet ik eventjes beter mee oefenen. Verder vind ik de kleur echt prachtig. En hier zie je dus allemaal een beetje van het metaal, maar er zit nog meer metaal in. Alleen, die zie je niet. Die heb ik verstopt, zeg maar, in de laag. Maar ik wilde toch een klein beetje metaal naar boven brengen. En dat is wat je hier dus ziet. En dan zit hier een rode jaspis in verwerkt voor de basischakra-energie. Ik denk dat ik hem zo wel heel erg tof vind. Misschien dat hij hier nog wel wat glittertjes bij kan gebruiken, maar... Het kan ook zijn dat dat weer te druk wordt. Maar ik vind hem echt, ik vind hem zo ontzettend schattig. Moet je kijken, wat een verschil. Echt super leuk. Hij is echt heel schattig. Dus voor de andere chakra's komen hier ook nog piramides van. Die ga ik gewoon langzamerhand maken. En dan komt hij online allemaal. Yay, super leuk. En dan is het nu tijd om eventjes wat te gaan eten. En dan ga ik nog gieten beneden. Dan ga ik weer een beginnetje maken aan twee nieuwe piramides. En ik heb nu ook nog wat andere staan die ik dan ga afmaken. Dus ik ga het jullie straks allemaal laten zien en ik neem jullie daarin mee. Ik ben beneden en ik zal jullie eventjes laten zien waar ik nu mee bezig ben. En wat ik vandaag ga beginnen. Hier heb ik een waterman
piramide staan. Dit wordt zo'n Russische piramide. En hier komen nog twee laagjes op. Een gouden en een zilveren kleur. Of een zilverachtige kleur, want echt zilver heb ik niet. Maar ja, dat komt wel goed. Dan komt hier nog een laagje op. En dit is die grote chakra-piramide. Met van die verdiepingjes noem ik het maar. Net als bij deze. Maar dan met alle chakra's. En ik ben momenteel bij keel chakra. Dus hier komt dan weer een hele lichte kleur blauw op. En dan ga ik verder met het hartchakra. Maar voor nu is het vandaag alleen maar een lichtblauwe kleur. En dat doe ik met een beetje van deze. Dit is echt een hele lichte blauwe kleur. En daar doe ik dan een beetje liquid witte doorheen. Zodat het een beetje dat pastel melkachtige kleurtje krijgt. Hier komt dus goud op. En daar heb ik een nieuwe voor. Want eerst had ik alleen maar... Ik zet jullie heel even hier neer. Zo. Dit zijn alle alcoholinkjes. Dit zijn poeders. Al deze potjes zijn ook poeders. Dan had ik deze. Die gebruikte ik veel voor goud. En deze ook. Maar zoals je kan zien is het... Ja, het is best wel geel. Hier deze ook. Het is allemaal best wel gelig. Maar nu heb ik een nieuwe. Even kijken waar die staat. Oh, hier. Kijk, dat is deze pot. En dit is van Artisu. En dit wordt gemaakt in Australië volgens mij. Ja, Australië. En dit wordt de eerste keer dan dat ik hem ga gebruiken. Maar zoals je kan zien... Ik moet hem nog even goed roeren hoor. Maar zoals je kan zien is dit echt een hele gave kleur. Kleur goud. Dit is echt wel echt super tof. Dus deze ga ik vandaag testen. En even denken, heb ik nog meer kleur nodig? Nee, volgens mij niet. Nee, want de rest wat ik ga doen, laat ik ook meteen eventjes zien. Ik heb hier trouwens ook nog echt een hele laaf vol met glitters. wat ik verder nog ga doen, jullie zien hier nog twee andere staan. Dit is de nieuwe en dit is een nieuwe. Dus wat ik hier ga doen is een puntje, het eerste laagje transparant. En hier, dit is een kleine smal. Hier ga ik een labradoriet in doen en dan wordt het ook gewoon een transparante laag. En als het goed is, heb ik dan geen gitaars meer over en is alles gewoon op. Mocht dat niet zo zijn, dan heb ik hier nog een paar... klaarstaan. Deze, hier zit een laagje in, hier zit een laagje in en in deze twee zit een laagje. En daar kan ik dan oplaadschijven van gaan maken. En die maak ik meestal van de gitaars wat ik over heb. Want anders dan moet ik het dus gaan weggooien en dat vind ik zonde. Mocht het nou echt heel weinig zijn, dan maken we er meestal van die onderzettertjes van. Deze bijvoorbeeld. Dit, ja, zoals je kan zien is het echt heel dun. En het zit bijna... Ja, dit is echt alleen maar gewoon kleur. Maar ja, die kan je leuk gebruiken voor als onderzettertjes of zo. Het heeft verder geen werking. Er zit geen edelstenen in, geen metaal. Maar ja, ik vind het gewoon zonde om gitaars weg te gooien. Want het is best wel duur. het liefste neem ik jullie ook mee in het mengen van de kleuren. Zodat jullie het wat beter kunnen zien. Maar... ik heb maar twee handen. En ik denk niet dat Anthony het leuk vindt om de hele tijd erbij te gaan staan. De vorige keer had ik een overal timelapse volgens mij. Als ik me nu... Ik ga nu kijken of ik meer kan focussen op het mengen van de kleuren met jullie. Dat ik daar een timelapse van maak. Even kijken hoe ik dat ga doen. Maar daar kom ik wel uit. Ik ga nu beginnen. Ik ga de gitaars mengen. En ik ga jullie gewoon wat dichterbij zetten. Kijken of jullie het beter kunnen zien. Zo, ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Jullie kunnen nou mij niet echt zien. Maar ik hoop dat jullie dit dan een beetje kunnen zien nu. Ik doe eventjes mijn handschoentjes aan.
En ik kan verder niet echt praten tijdens het gieten en het mengen. Want ik heb een masker op voor de beveiliging, voor de giftige dampen. En dan horen jullie mij gewoon niet meer. Dus ik ga er gewoon lekker een timelapse van maken. En ja, ik zal af en toe eventjes iets dichterbij houden, zodat jullie de kleur goed kunnen zien. Ik ga de masker opdoen en dan ga ik lekker aan de slag. Ik hoop dat jullie het een beetje hebben kunnen zien met die kleuren. Want het is qua licht een beetje moeilijk. Omdat het licht alleen maar van bovenaf komt. En van een bepaalde... We hebben maar één TL-lamp, zeg maar. Dus ik hoop dat jullie het een beetje hebben kunnen zien. Maar ik ga jullie nu sowieso ook de lagen laten zien die ik gegoten heb. Dus dan kunnen jullie ook al een beetje van de kleuren zien. De gouden kleur. Oh, ik vind dit zo tof. Maar ik ga het laten zien wat ik gedaan heb. Ik heb hier deze laag heb ik die blauwe kleur gegoten. Je ziet hier echt een hele mooie babyblauwe kleur. Hij maakt hem iets verder op de camera dan dat hij in het echt is. Kijken of dat nog bijstelt. Ja, nou dit is een beetje de kleur. Het is hem niet helemaal. Hij wordt ook nog weer kaatst door deze blauwe kleur. Dus het is echt een hele mooie baby kleur met een klein beetje shimmer. Dan heb ik hier een beginnetje gemaakt aan een smal chakra piramide. Dit is de punt. En het schabloon zit er alvast in. Dus ja, verder niet heel veel bijzonders. Dan ben ik hier. Heb ik een puntje gegoten. Ook niet heel veel bijzonders. En dan is dit de gouden kleur. Moet je kijken. Oh, nou maakt hij hem weer heel geel. De camera. Maar het echt... Oh, er zit zoveel diepte en ja, een soort van dimensie in of zo. Ik weet niet. Ik vind hem echt zo tof. En ik ben echt heel erg benieuwd hoe dit zo uithart. Wat de look er dan van gaat zijn. En toen heb ik hier nog een laagje op gegoten. Of dat heb ik eigenlijk als allereerste gedaan. En toen had ik nog wat over. Dus ben ik twee nieuwe smals begonnen. Hier zit gewoon ook alleen het puntje in. En toen had ik nog een klein beetje over en heb ik hier het eerste laagje gegoten. Dus ja, dat is eigenlijk wat ik op dit moment gedaan heb. Meer kan ik niet echt meer doen. Ik heb ook niet echt meer plek. Ik moet het allemaal eventjes wat beter gaan organiseren als hoe het in het begin was. Want toen kon ik er echt heel veel in één keer maken. Ik moet ook zeggen dat ik niet echt genoeg stands heb om de mallen in te doen. En nou kan ik het bijvoorbeeld wel in een beker zetten of bijvoorbeeld in zo'n ding. Maar dan is het heel moeilijk om aan te pas te krijgen. En dan merk ik gewoon heel erg dat die lagen soms scheef gaan staan. En dat is gewoon heel zonde. Op zich heeft dat ook wel weer een tof effect. Maar ik persoonlijk vind het mooier als het gewoon mooi strak is en zo. Misschien moet ik dat ook een beetje loslaten, maar... Weet je, ik vind het prima voor de hoeveelheid die ik nu maak. En zolang dit zeg maar nog een beetje een klein aantal blijft zoals nu. En het ook iedere keer gewoon een beetje verkocht wordt. En ja, dat het een beetje een doorloopje heeft. Dan ben ik tevreden. Ik vind het ook zonde om ze dan hier allemaal in de kast te hebben staan. Vind ik ook weer zonde. Dus voor nu vind ik dit allemaal prima.
Het is inmiddels 4 uur. Dus ik ga de laatste teksten van de Waterman Box, al die producten, ga ik online zetten. En nog eventjes een welkomstkaart printen en labeltjes. En dan is het zover om eten te maken, denk ik. En om 8 uur komt het vanavond online. Ik ben echt een beetje zenuwachtig. Ja, ik ga weer terug naar boven. Ik zet de camera even uit, want de muziek klinkt op de gang nog harder. Dus ja, tot ziens. Daar ben ik weer. Ik ben weer boven. Alles staat klaar online. Er moeten alleen nog eventjes wat dingetjes geprint worden. Ik vind het zo leuk en spannend en zo. En ja, ik heb er heel veel zin in. Anthony die is ondertussen bezig met onze kruidenpotjes te maken. En ik zal jullie even laten zien hoe het op dit moment eruit ziet. Ik vind het zo leuk. Dit zijn de kruidenpotjes. En misschien is het wel leuk. Oh, deze bijvoorbeeld met korenbloem. Dan zie je heel leuk echt al die leuke bloemetjes. Dit is het design. En dan hier bovenop ook nog. Het zijn zelfs wel leuk zo, om ze gewoon zo te gaan verkopen of zo. Als theetjes, ik weet het niet. Ja. Ik vind het er echt zo leuk uitzien. Moet maar even kijken of we dit alleen maar voor onszelf houden. Of dat we het ook gaan verkopen of zo ooit. Het is toch super tof. Hibiscus is dit. Oh, goudsbloem. Oh, daar hebben we niet zo heel veel meer van. Nee, we hebben er nog heel veel van gehad. Oké. Okay. Ja, ik heb nog wel een ander zakje waar nog meer in zit. Goudsbloem. Ja, de vriendin is half leeg. Hier zit nog goudsbloem in. Ja, en de vriendin is ook half leeg. Oh, oké. Okay. Maar ik kom gewoon dat we niet meer poeder hebben. Nou ja, het maakt op zich niet uit. Ze hoeven niet allemaal helemaal vol te zijn. En hier zijn we dan nog bezig met de kaarsen die Anthony vandaag heeft gemaakt. De testkaars. Die zijn we aan het branden. Dit is hem. Hij heeft een hele mooie karamelkleur. En we zijn hem aan het testbranden, maar er zit nog niet genoeg geur in. We vinden dit, je ruikt hem eigenlijk nauwelijks. Dus dat moet eventjes opnieuw. Maar dat maakt niet uit. Zo komen we er uiteindelijk wel. Hier zit gewoon niet genoeg geur in. Je ruikt hem helemaal niet. Als je dichtbij gaat en je wappert een beetje heen en weer, dan ruik je hem nog net aan. Maar dit is te weinig. Dus dat gaan we nog even verbeteren binnenkort. Misschien vandaag nog, vanavond. En anders van de week nog wel een keertje. Voor de rest is het dus de dingen uitprinten en wachten totdat het 8 uur is. Heb jij er zin in? Ik wel. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. Ik ben ook heel benieuwd. Heel vaak is het met updates zo. Kijk, mijn webshop is nog niet echt zo heel erg groot, moet ik zeggen, of zo. Dus meestal begint het echt pas een beetje een paar dagen daarna dat het mensen op begint te vallen of zo. Dus ik verwacht voor vanavond niks. Maar misschien gewoon wel wat reacties of zo. Dus ja, ik weet niet. Ik heb er gewoon heel veel zin in. Dus hè, moeten we weer even testen. Is het nu 2 keer of 3 keer? 3 keer. 3 keer, oké. Okay. Ja, het ruikt wel gewoon sterk. Ja. Ja. Gaan we proberen? Ja, gewoon proberen. Okay. Mocht het niet zo zijn, dan krikken we het wel weer op. Ja. Dus, zo gaat dat. Kaars maken. Testen. Het duurt best wel lang voordat je er een eentje echt af hebt, zeg maar, een goed product. Tenminste, het formaat potje wat we hebben, dat hebben we nog nooit gehad. Dus dit is wat, dit is een soort van tussenmaat, ook weer groter dan dat we normaal maken, maar ook weer kleiner dan de grootste. Snap je het nog? Dus dan moet je altijd eventjes weten van hoeveel druppels moeten erbij. En met iedere geur en iedere etherische olie of andere olie, is het toch altijd weer anders. Dus je moet altijd een beetje kijken en meten. En, in ieder geval komen we er wel uit. Ik ben alweer heel veel aan het praten deze vlog, merk ik. Ik weet niet of ik hem nu afsluit of dat ik jullie nog eventjes om 8 uur... Nee, ik ga jullie om 8 uur eventjes laten zien dat ik alles online zet. Dat is wel leuk, denk ik.
En dus ja, ik zie jullie dan. Ik ga lekker alles printen en dan even chillen met een serie of zo. En dan, ja, dan is het uiteindelijk wel tijd, denk ik. Zin in! Het is bijna zover. Het is 8:03. En ik zit nu samen met Dino te wachten totdat we het live kunnen gooien. Dus ja, bijna klaar. Ik ben alvast eventjes de Instagram post aan het maken. En dan is het zover. De website die gaat automatisch. Die gaat om 8:00 automatisch live. Maar Etsy en natuurlijk de social media berichten niet. Dus ja, daar ben ik nu nog eventjes mee bezig. Ik had het vanmiddag al allemaal uitgeschreven, dus ik hoef het alleen maar gewoon klaar te zetten. En een paar tekst erbij. En dan zijn we er klaar voor. Nog steeds 3 minuten. Kijken of mijn tekst niet te lang is voor Instagram. Ik heb zeg maar de Engelse en de Nederlandse tekst. En dat doe ik dan in 1 bericht. Dus even kijken of dat past. Volgens mij heb ik de hele tekst. Even kijken. Ja. Yay. Nog per tekst. Oh, 1 minuut, zegt Dino. Oké, ga ik alvast naar Etsy. En dan alvast alles aanklikken wat er live gaat. Yes, vink, vink, vink. Niks vergeten. Nee. Nou, daar gaan we. Het is 8:00. En, oh, ik zal jullie even omdraaien. 1, 2. Tada! Publiceren. Yes! Dan gaan we even verversen. Het duurt altijd eventjes. Dus ik doe even opnieuw verversen. Kijk! Ja! En dan eventjes de website checken. Ook even verversen. Ja! Edelstenen, giftbox. Ja, super leuk. Sterrenbeelden. Ja, dit is de box. Oh nee, dit zijn de losse producten. Dan is dit de box. Dit is de thee. Edelstenen set die erbij is gekomen. Ja, superleuk. Alles is live. Dan ga ik eventjes de social media berichten online zetten. En dan is het zover. En dit is onze spannende berichten. Ik ga de social media online zetten en dan kom ik nog heel eventjes bij jullie terug. Tot zo. Zo, alles staat live, alle social media berichten en op de website. En we hebben er nog eventjes lekker over gekletst en het voelt wel echt heel goed. Het is wel leuk om te zien dat mensen dus nu ook al vooruitkijken naar, of uitkijken naar de vissenbox. Die er dus 20 februari aankomt en alle ja, volgende boxen daarop. Je ziet wel dat mensen al echt ja, heel erg geïnteresseerd zijn naar die boxen ook. Dus dat is wel heel leuk om te zien. Helaas duurt het voor vele boxen nog wel eventjes voordat ze uitkomen. Dus dat kan voor sommige mensen een minpuntje zijn. Maar daarom hebben we ook losse producten. Zodat ja, toch mensen een beetje ja, de spulletjes van de box in huis kunnen hebben. Als ze gewoon 1 product willen hebben. Nou, in ieder geval, wij gaan nog tv kijken zo meteen, denk ik. Toch? Bij Marius. Oké. We hebben de kerstlichtjes hier nog hangen. Oh ja, wil jij ook even aandacht? Moet je even aandacht hebben? Nee, niet op schot. Niet op schot, zei ik op. Dat gaat toch niet? Moet je nou kijken? Hoe moet dit nou dan? Dit past toch niet? Jij maakt alles passend, hè?
Nee, mijn cookies. Mijn cookies. Afblijven. Nee. Zeg maar dag. Zeg maar dag. Tot de volgende keer. Niet zo. Totaal niet geïnteresseerd. Wil alleen maar aandacht. Blijf van mijn koek af. Ja. Nou, dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden om een beetje, ja, dat update en releasing proces en mijn gietproces vandaag een beetje op een andere manier te zien. En dan als jullie suggesties hebben voor iets of iets wat jullie willen zien van het gietproces of iets anders. Misschien juist dingen op de website zetten of wat dan ook. Lijkt mij heel saai, maar als jullie het willen zien, laat het me weten. Dan zie ik jullie snel weer. Doei doei!